hier met je rekening. Nou, dan hebben we nog één iemand natuurlijk en dat is Linda. En ik hoopte al zo dat ze terug zou bellen. Soms heb je de neiging om mensen zelf te gaan bellen. Omdat je denkt, van, ja, ik wil gewoon dat jij dit vergoed krijgt. Ja. Omdat het gewoon een prachtig verhaal is. Maar in dit geval ook een heel pijnlijk verhaal ergens. Linda, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel eens even, de rekening. Wat heb je ingestuurd? Ja, ik heb een rekening ingestuurd voor een pruik. Voor een pruik. En waarom is dat, Linda? Ik heb borstkanker en ik ben nu bezig met 4 zware chemo's en dan krijg ik nog 12 lichte chemo's. En dan gaat je haar uitvallen natuurlijk. Mijn zoontje die is dit jaar voor het eerst naar het eerste jaar van het voortgezet gegaan. En die had ik een nieuwe fiets beloofd omdat mijn andere zoontje ook een nieuwe fiets had gekregen. En ja, daar was ik voor aan het sparen. En toen zei mijn zoontje van, die gunde mij die pruik zo erg, dat ik samen met hem heb besloten om dan toch voor een pruik te gaan. Wat me heel zeer doet eigenlijk. Wat mooi ook van, je, hoe heet je zoontje? Finn, wat een mooi gebaar van Finn. Mooi, dat hij dat zeg maar op die leeftijd bedenkt en dat hij je daarbij zo wil helpen, joh. Ja. Maar ja, goed, dat neemt niet weg dat ik dan niet hem kan geven wat ik zou willen. Nee. En dus ja, ik had zoiets van, ik probeer het gewoon. En het is best, ja, het is een flinke kracht. Dus ik had wel zoiets van, ja, ik vind het best vervelend om het in te sturen. Ah, grap op, meid. Het is toch echt, echt, doordat je ook weer dit verhaal vertelt. En ik denk dat heel Nederland het heeft die nu naar de radio luistert. Het is, je realiseert je weer even hoe bijzonder het is om gewoon gezond te zijn. Hè? Ja. Om het goed te hebben in je omgeving. Ja. En dat, is natuurlijk heel heftig voor jou. Maar dat wil ik je wel in ieder geval meegeven. Dat een positief iets is aan het verhaal dat je doet op de radio, Linda. Ja, nou, dankjewel. En Linda, die pruik, wat betekent die voor je? Als je zei, het voelt een beetje gek natuurlijk, dat kan ik begrijpen. Maar hoe is het om hem te dragen? Ja, het is wel heel erg wennen. Ik had normaal ook niet heel veel haar. Hè, niet een hele flinke bos. Dus ik heb echt wel een hele subtiel iets uitgezocht. Wat het meeste op mij lijkt. Maar ja, het voelt nog wel vreemd. Je hebt het idee dat je heel wat op je hoofd hebt. Ja. Terwijl eigenlijk iedereen zegt van, oh, en het staat je zo goed. En bla bla bla. Maar ja, het is wel wennen. Maar ja, het is het maakt je wel een stukje zelfverzekerder. Ja, mooi gesproken, man, Linda. Ik vind het zo knap hoe jij en hoe mensen dat sowieso kunnen. Als je dit meemaakt, dat je er gewoon zo relaxed over kan praten eigenlijk. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ja, ik ga er gewoon voor. En ik word gewoon beter. En ik leef nog, weet ik veel hoeveel jaar. Dus dat gunnen we je ook. En we duimen daarin mee voor je. Ja, dan even naar de positieve kant van dit verhaal. Want je hebt de rekening ingestuurd voor die pruik. Maar dat betekent uiteindelijk, als we die vergoeden, dat je natuurlijk die fiets alsnog kan kopen, toch? Voor je zoontje. Juist. Ja, inderdaad. Wat staat er op het bonnetje? 879 euro. Linda, 538 betaalt je rekening. Woehoe! Super. Ja, en een dubbel groot applaus. Jullie moeten bedanken. Nou, ik zeg bedankt. En, ja. Echt, je hoeft ons sowieso niet te bedanken. Wij bedanken jou voor je verhaal. En fantastisch. En bedanken Finn ook namens ons dat hij zo goed voor zijn moeder zorgt. Wij hadden net Linda aan de telefoon. En dat was een heel heftig verhaal. We hebben Linda nog heel even teruggebeld. Linda, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben je weer. We hadden je een kwartiertje geleden aan de telefoon. Je vertelde over het feit dat je kanker hebt. Dat je hebt moeten kiezen voor een pruik. En je moest dus kiezen tussen een fiets voor je zoontje Finn of die pruik. En je hebt toen samen met Finn besloten om voor de pruik te gaan. Super lief voor dat zoontje van je natuurlijk. Maar dat betekende wel dat hij geen fiets had natuurlijk. Klopt. De rekening is vergoed voor die pruik. Dus uiteindelijk kun je die fiets nog gaan halen. Maar er komen zoveel reacties binnen in de vierde app van 538. En Matthijs die belde net naar ons studio toe. En die hebben we maar even erbij gehaald. Matthijs, goedemorgen. Ja, hele goede morgen. Met Matthijs. Hoi. Vertel eens, jij hoort het verhaal van Linda en toen? En toen dacht ik, wij van Weidman Tweewielers willen heel graag een fiets geven aan je zoontje. Oh, dat meen je niet. Daar gaan wij voor zorgen. Waarom? Oh, jeetje. Ja, nou, je vraagt waarom, Linda, maar dat mogen duidelijk zijn, zeg maar. Je zit in een hele heftige periode, zit midden in je chemo's. En wat mensen ook appen via de F58, en jij zei dat ook, Matthijs, gebruik dat geld alsjeblieft om herinneringen te maken met je gezin. En die fiets wordt geregeld. Jeetje. Hoe moet ik nou iedereen bedanken? Ik dat heb je al gedaan. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja hoor.
Ja, je hoeft ook niks te zeggen. Matthijs, Weidman Tweewielers was het, hè? We gaan nog even flink reclame maken voor jou. Ja, dat hartstikke fijn. We hebben 5 hele mooie winkels en dus je mag er naar een van de winkels gaan of wij gaan kijken hoe we contact met elkaar opnemen. Of we sturen er eentje op, maar we gaan zorgen dat een hele mooie fiets voor de zoontje in de juiste maat naar de toe komt. Ah, prachtig. Nou, top. Echt, ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dank je wel. Is het minste. Dat, ja. Nou, we doen het heel graag. Fantastisch. Nou, super, super. Geef hem een groot applaus, Matthijs. Woehoe! Heel lekker. Super. En natuurlijk ook Linda nogmaals dat je het verhaal zo mooi hebt verteld. Je hebt heel veel mensen aan het denken gezet. En heel veel mensen realiseren zich weer hoe bijzonder het is om gewoon gezond te zijn en om het goed te hebben. En ze denken ook weer aan jou, Linda. Dus, hartstikke lief. Echt iedereen. Okay. Iedereen bedankt.